Hallo allemaal, welkom bij mijn Academic Let's Play. En ik ga Antichamber spelen. Antichamber is een first-person puzzle game uit 2013. Gemaakt door Alexander Bruce. Antichamber noemt zichzelf een mind-bending psychological exploration game. En het eerste wat opvalt is de timer die daar rechts beneden het scherm staat. Je hebt maar anderhalf uur de tijd om dit spel te spelen. En in principe is dit spel één groot doolhof. Zoals je kunt zien, het kleurpalet is vrij opvallend. En in principe is overal waar je komt, zal de game hints geven wat je als speler moet doen. De speler heeft een aantal opties. Het kan springen, het kan lopen. En zoals je ziet, speelt de game echt met de tips die hij geeft. En dat is meteen het interessante aan deze game. Deze game heeft geen verhaal, maar hij maakt als speler zelf het verhaal. Zoals hier, het spel gaf mij de tip dat ook al kom ik niet direct vooruit, betekent dat niet dat ik meteen geen progressie maak. En deze tips, deze zwarte vierkantjes met deze tekst in, dat zijn eigenlijk... is de kern van Antichamber. Tips geven en zo moet de speler puzzels gaan oplossen. En deze tweesprong, met de rode en de blauwe deur, komt misschien opvallend bekend voor. Dit is namelijk hetzelfde als in de Stanley Parable. En hier zien we meteen de soort puzzels die Antichamber aan de speler geeft. Het geeft eerst een stuk hint, een tekst, met daarin hints. En het is aan de speler dan om zelf in te denken, wat kunnen deze hints betekenen en wat kan ik hiermee doen. En hier, met deze eerste puzzel als het ware, is een soort tutorial voor nieuwe spelers om erachter te komen hoe dit spel werkt. En zoals je ziet, deze mechanic van achteruit lopen komt ook bekend voor. De Stanley Parable had ook zo'n soort puzzel. En hier ben ik aan het proberen om te kijken van wat gebeurt er nou als ik terugloop. Maar daar is niks echt bijzonders aan. En hier is een andere mechanic, de mechanic met poorten. En dat als je door een laser loopt, dat dan een poort open gaat. Of een poort weer sluit. En hier is ook een leuk opvallend dingetje wat je als speler heel snel in het spel leert. Is dat er gewoon deuren zijn die je opsluiten en dat je dan op escape moet drukken. En hier zie je dan alle hints die al aan jou gegeven zijn als speler. En dan heb je als speler weer de keuze om weer terug te gaan naar een punt in het spel. En het is als speler de bedoeling om bij die exit poort te gaan. Hier zie je de totale map van het spel en dan kan je weer kiezen om naar een andere plek op de map te gaan. En in plaats van jump staat er nu walk. En ik was als eigenwijze speler toch... ging toch mijn eigen weg. En dat staat het spel ook heel erg toe. Dat moedigt het aan om zelf je eigen keuzes te maken. Om zo je weg door het doolhof te vinden. En het spel zegt als het ware tegen de speler dat het zijn eigen weg moet zoeken. En dat het zelf maar moet bedenken wat dit allemaal betekent. En dat is meteen een hele interessante... voor het ludologie versus narratologie debat. Aangezien dit spel geeft geen verhaal. Maar als speler maak je direct zelf er een verhaal bij. Door alle tips die het spel aan jou geeft. Maak je zo je eigen verhaal. Door zelf je weg te zoeken door het spel. Creëer je een eigen verhaal. En een ludoloog zou dan zeggen. Dat verhaal heeft geen enkele toevoeging aan het spel zelf. En in principe is dat ook waar.
Want dit spel is prima te spelen zonder enig. Zonder al die hints. Maar het is zo'n toevoeging dat het eigenlijk alle plezier van het spel weg zou nemen mochten die hints er niet zijn. Aangezien dit spel een combinatie is tussen een loop door een museum en een goed filosofisch boek die levenslessen geeft en tips geeft voor het hele leven. We zijn hier aangekomen bij een stuk in het spel waar een andere hele belangrijke mechanic in het spel wordt geïntroduceerd. Dit is een gun die je als speler blokjes laat oppakken en weer neerzetten. En de opvallende kijker kan zeggen, dit lijkt bijzonder veel op Minecraft. De mechanic van de blokjes oppakken en weer neerzetten. Ik vind persoonlijk zelf ook redelijk op Minecraft lijken. Ik ga deze game ook spelen voor mijn paper, die ik ga schrijven, het eindpaper. En mijn eindpaper gaat over de definitie van art games, gegeven door Holmes in 2003. Dit is een definitie waarvan zij zegt dat als een game een art game wil zijn, een kunstzinnige game, moet deze aan verschillende eisen voldoen. Zij zegt dat het tenminste een van de volgende drie dingen: culturele stereotypes uitdagen, betekenisvolle sociale of historische kritiek uiten of een verhaal vertellen in een roman manier. Daarbij moet het twee van de volgende dingen doen: een gedefinieerde manier van binnengeven of succes ervaren op een mentale uitdaging, een weg door verschillende levels geven of een centraal karakter of icoon hebben dat de speler representeert. En in mijn opinie is deze game het perfecte voorbeeld van een art game. Het geeft een goede achtergrondverhaal weer. Het ziet er prachtig uit, op een prachtige, originele manier. En toch zal het waarschijnlijk niet voldoen aan de definitie art game gegeven door Holmes. Aangezien je kunt gaan kijken, daagt deze game culturele stereotypes uit? En dan is het antwoord nee, niet direct. De adviezen die je kunt krijgen, zou je eventueel nog zo kunnen geven als kritiek, ja, misschien. Maar het zijn niet culturele stereotypes waar Holmes het over heeft. Dan kunnen we kijken, geef deze betekenisvolle sociale of historische kritiek. Daar ben ik van mening dat dat wel geeft. Ik denk dat deze game duidelijk kritiek geeft op hedendaagse kunst. Het is duidelijk aan het experimenteren van wat is nou kunst? Kunnen we andere dingen ook schuilen als kunst? Zou dit een vorm van kunst zijn? Dus ik denk dat de game daar wel degelijk mee experimenteert. Dus daar zou je ja op kunnen geven. Vertelt het verhaal op een verhaal op een roman manier? Nee, totaal niet. Het is juist een originele, nieuwe manier van vertellen. Dan de andere eisen die moesten gegeven zijn. Een gedefinieerde manier van winnen of succes ervaren op een mentale uitdaging? Ja, jawel. Een weg door verschillende levels? Ja, maar niet op de manier die Holmes bedoelt. Holmes bedoelt nog echt een klassieke manier zoals in Super Mario van level 1 naar level 2. Maar dit is juist een één groot level met verschillende kleine sublevels. En wordt de speler gerepresenteerd door een centraal karakter? Nee, niet direct. Je ziet jezelf nooit als speler zijn. Je weet niet eens of je wel een mens bent, überhaupt. Het karakter ben je zelf. En ik denk dat deze game een goed voorbeeld is. Als bewijs dat de definitie gegeven door Holmes in 2003 over art games verouderd is. Hiermee komen we bij het einde van mijn let's play. Ik zou iedereen aanraden om deze game te spelen. Zeker omdat er heel veel in zit. Nog heel veel andere mechanics, zoals deze nieuwe gun bijvoorbeeld. Tip van de sluier was: je hebt langer dan anderhalf uur om te spelen. Dat is ook een advies. Het zei destijds: leef niet bij iemand anders wekker, maar leef bij je eigen wekker. Deze game is voor mij echt een toevoeging in game canon. Ik vind zelf een van de beste spellen die er op de markt te krijgen is.
Dus ik zou het iedereen aanraden om te spelen.